Welkom op het internaat van het Sint-Bavo Humaniora in Gent. Het internaat is onderdeel van de katholieke congregatie van de Zusters van Liefde. Het internaat heeft plaats voor 250 internen die we begeleiden en ondersteunen met een team van 12 opvoeders. Hiermee zijn we een van de grootste internaten van Vlaanderen. Hier komen we in de eetzaal van het internaat. Het internaat heeft een eigen keuken die de maaltijden zelf bereidt. Het internaat voorziet 4 maaltijden per dag. Het ontbijt, het middagmaal, het vieruurtje en het avondmaal. Voor vegetariërs en mensen met allergenen voorzien we alternatieve maaltijden. De maaltijden in de eetzaal is een sociaal gebeuren. Dit is een uniek moment om de onderlinge interactie tussen de internen te versterken. Daarom vermijden wij het gebruik van multimedia in de eetzaal. Hier komen we in de huiskamer, een van de ontspanningsruimtes die wij openstellen voor de internen. In deze ruimtes kunnen de internen gebruik maken van onder andere gezelschapsspelen, sportmateriaal, verkleedmateriaal en knutselmateriaal. Het is het ideale moment om plezier te maken en fijne vriendschappen te ontwikkelen. Elke woensdagmiddag organiseren wij leuke en diverse activiteiten. Ben jij daarnaast ook creatief aangelegd, dan voorzien wij een waaier van creatieve mogelijkheden op woensdagnamiddag en tijdens de week. Daarnaast engageren wij als internaat ons ook voor maatschappelijke projecten, zoals de warmste week en het verzamelen van speelgoed voor VZW De Tinten. Hier zijn we in de studiezaal. Op het internaat hechten wij veel belang aan het studeren. De internen hier hebben minimaal 2,5 studie per dag. Tijdens de studie kunnen ze gebruik maken van de computerklas, waar men ook kan printen. Ter aanleiding van de examens organiseert het internaat workshops studiemethodiek. De interne kan kiezen om te studeren op 2 plaatsen. Enerzijds kan hij kiezen om te studeren op zijn kamer en anderzijds kan hij kiezen om te studeren in een studiezaal. Het internaat is opgedeeld in 6 gangen, waar telkens 2 opvoeders verantwoordelijk voor zijn. Op de gangen beschikken wij over 1-persoons- en 2-persoonskamers die verschillen in grootte. Elke intern kan zijn kamervoorkeur opgeven. Wij als internaatsteam proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden tijdens de kamerindeling. Elke kamer beschikt over bed, matras, bureau met bijhorende stoel, wastafel en een kleerkast. Op de gangen zijn er douches en toiletten. Op het internaat dragen wij hygiëne hoog in het vaandel. Elke week moet de interne zijn eigen kamer poetsen. Iedere ochtend controleert de gangverantwoordelijke de netheid van de kamer en de juistheid van het uniform. Op het einde van de dag kunnen de internen een half uur nog bij elkaar gezellig op de kamer zitten of bellen naar huis. Voor het slapen gaan dienen de internen hun smartphone in, afhankelijk van hun leeftijd. De algemene communicatie van de internen gebeurt via de gangverantwoordelijke. Dit contact gebeurt via een specifiek e-mailadres per gang. Belangrijke documenten worden via mail en via de post verstuurd. Jullie kunnen ook altijd het internaat bereiken, telefonisch en digitaal. We hebben ook een Facebookpagina waarop wij foto's posten van alle leuke activiteiten. Dus neem zeker een kijkje. Hebben jullie nog steeds interesse voor het internaat? Dan kan je ons contacteren voor een persoonlijke rondleiding op woensdagnamiddag. Na deze rondleiding kan u kiezen om zich in te schrijven indien u dit wenst. Alvast bedankt voor jullie interesse en hopelijk tot volgend jaar.